Hey, wat goed dat je weer kijkt. Ik kom best wel vaak spreekwoorden tegen. En dan vraag ik me af, waar komt dat in hemelsnaam vandaan? Laatst had ik er weer zo eentje. Zo rot als een mispel, zei oma tegen mij. Nou, ik vond dat best wel dat ik dacht, zo rot als een mispel, dat klinkt ontzettend negatief. Mensen bedoelen er ook vaak mee, krakkemikkig, zelfs corrupt. Maar mispel is naar mijn weten een vrucht. En wat kan daar nou corrupt aan zijn? Gelukkig staan er op de Schravenlandse buitenplaatsen een aantal mispelstruiken. Zo'n mispelstruik is familie van de roos. Al zou je dat niet meteen zeggen als je naar de blaadjes kijkt. Maar op zich, als je naar de vrucht kijkt, naar de mispel zelf, dan zie je daar toch wel een rozenbottel in. En die vrucht, die is ontzettend gezond. Die helpt zelfs tegen menstruatiepijnen. Zit bordenvol met vitamine C. Alleen zo is hij echt niet te hachelen. Want daar is namelijk kou voor nodig. Een goede nachtvorst, net als bij de boerenkool. Of gewoon een paar nachtjes in de vriezer. En als je hem uit de vriezer hebt gehaald, nog een paar weken laten narijpen. Totdat die mispel heerlijk zoet geurt. Dan is hij echt heel erg lekker. Alleen hier komt een spreekwoord ook eigenlijk tot zijn recht. Je denkt misschien van mij ook, wat een aardig kind. Maar misschien ben ik eigenlijk wel gewoon een heks. En zo is het met die mispel ook. Zodra die geurig ruikt, is hij heel erg snel echt rot. Dus dan denk jij een hap te nemen van een heerlijke, goed rijpe mispel. En dan zit je gewoon een verrotte mispel te eten. Dus die scheidslijn is zo dunnetjes, dat het lastig is om erachter te komen wanneer die mispel nou echt lekker is. En zo hebben we het verhaal van oma de spreekwoord, zo rot als een mispel, toch weer een beetje opgelost vandaag. Tot volgende week!